Over ruim een week begint de honkbalcompetitie weer. Afgelopen weekend oefenen de vier Noord-Hollandse teams tegen elkaar op de velden van HCAW in Bussum. Voor ons was dat een mooie mogelijkheid om te kijken hoe de vier teams ervoor staan en wat hun doelstellingen zijn. Een van de grote favorieten dit jaar zijn de Amsterdam Pirates. Zij gaan voor niets minder dan het landskampioenschap. Alleen de play-offs halen is niet genoeg. We gaan echt voor nummer 1 in de reguliere competitie. En dan denken we dat we een hele mooie stap gemaakt hebben om dan in de Hollandseries te komen. Ook de verwachtingen bij Hoofddorp Pioniers zijn dit jaar weer hoog. Maar de resultaten in de voorbereidingen zijn nog niet naar wens. Je resultaat is altijd, moet je niet te veel van verwachten of naar kijken. Maar het gaat meer om van of iedereen in zijn ritme komt. Ondanks de mindere resultaten van de Pioniers in de voorbereiding hebben ze nog wel vertrouwen in een goed seizoen. Mede omdat routinier Dirk van het Klooster is aangetrokken. Weet je, Dirk speelt elke wedstrijd alsof het World Series is. En daar heb ik ontzettend veel respect voor. Ik weet niet hoeveel seizoenen hij inmiddels meedraait, maar Dirk is gewoon een constante speler. En die is ook een goede jongen in je team. Weet je, we misten de laatste paar jaar wel je gasten die het team echt op kunnen pikken. En ik verwacht van Dirk samen met de andere ervaren spelers dat hij daar zeker bijdrage aan gaat leveren. Dan naar het Haarlemse Kinheim. Coach Wim Martinez rekent zijn ploeg minimaal bij de top 4. Maar hij is ook waakzaam voor de kleintjes. Meestal hebben de vier topteams, dus Kinheim, Neptunus, Pioneers en Pirates. Maar je moet die andere team ook niet onderschatten, want ik heb het meegemaakt verleden jaar. Jongens die onderschatten, bijvoorbeeld ADO en Hawks en dingen, die moet je niet onderschatten. Want dan pakken ze gewoon punten van je af en dat moet niet gebeuren. Bij Kinheim gingen vorig seizoen een aantal dragende spelers weg en daar komen nu een aantal jonge jongens voor in de plaats. Coach Wim Martinez is blij met ze. We hebben een aantal nieuwe spelers erbij, een paar jonge gasten van de rookies. En ja, ik ben tevreden met de jongens wat ik nu heb. Je ziet het, een goede mix heb ik nu. Honkbal blijft gezellig sport en dat wil ik zien, dat de jongens plezier in de sport hebben. Dan naar HCAW uit Bussum. De ploeg werd vorig jaar 1 na laatste in de competitie en volgens coach Ivan Rodriguez mogen we daarom niet al te veel van zijn ploeg verwachten. Onze doelstelling is gewoon heel simpel, blijven groeien. Wij denken nog niet in de play-off. Maar we blijven nog steeds vast aan onze doelstellingen. Dus gewoon blijven groeien, zo dichterbij als mogelijk te einde. Dichterbij de eerste vier, vijfde, zesde plek, dat is gewoon prima.